Zijn we woest? Onmacht klinkt er vooral in de zaal tijdens de bijeenkomst van de Abfacabo en de SP. Onmacht bij de medewerkers van Thebe. In principe is het faillissement is rond, neem ik aan. Dus ja, wat kunnen ze verder doen? Ja, ik weet het niet. Je heeft niet veel hoop meer. Nee. Nou, ik heb zo'n idee dat het niet echt druk wordt. Nee. Waar daar ligt, weet ik niet. Maar ik denk dat heel veel mensen gelaten zijn en ze denken van... Ja, het lost toch niks op. En inderdaad, veel stoelen bleven leeg. Van de 2000 thuishulpen die op straat komen te staan, waren er nog geen 80 aanwezig. Diehards volgens de bond, maar of dat er genoeg zijn om een vuist te maken is maar de vraag. Nou, we moeten inderdaad gewoon massa hebben om ervoor te zorgen dat onze boodschap duidelijk overkomt. Want in feite ben je na 15 februari gewoon werkloos als je niks doet. Dus als we niks doen is dat een feit en als je wel iets doet dan kunnen we er nog wat van maken. Advocaat Van Os gaat het faillissement aanvechten. Volgens hem is er veel fout gegaan. En er zijn in ieder geval door Thebe, door de werken, valse voorstellingen van zaken gegeven. En dat is in een procedure als deze een zeer belangrijk argument. Want het gaat helemaal niet zo slecht als zij toen voorkomen. Het totale vermogen van Thebe ligt op ongeveer 50 miljoen. Maar een onderdeel van Thebe loopt wat minder. En het is een beetje kort door de bocht, zeker als je het jaren ondersteund hebt, om daar nu plotseling de stekker uit te trekken. Ja. En die boodschap geeft hoop. Ik heb zoiets van alles wat we kunnen doen en helpt het of helpt het niet, dit is ook niks. Ik heb er volste vertrouwen in. Ik wil me zo niet aan de kant laten zetten. Ook voor de klanten niet.